MMA-DNA is hier met Sanal Yazici, hoe die net zijn eerste pro-MMA-partij heeft gevochten en ook heeft gewonnen tegen Jelle Zegers. Een mooie real naked choke in de laatste seconde van de eerste ronde. Ja, Sanal, jouw verhaal van deze partij? Het begon best wel snel. Hij kwam met stoten en ik anticipeerde daarop. Dus ik kwam met de vliegende knie, raakte ik hem net niet. Toen wou hij direct naar de grond. Toen zag ik dat hij echt al zijn kracht gaf om mij op de grond te houden. En dan deed hij wel voor een aantal minuten lang. Maar ik zag uiteindelijk dat hij geen kracht meer had, dat hij verzuurd was eigenlijk. Dus ik wachtte op het juiste moment. En toen ik merkte dat hij een beetje aan het verzuren werd, kantelde ik om. En toen kwam die choke, kwam gewoon heel instinctelijk. Pakte ik hem en toen op een gegeven moment, ik dacht ook zelf van, is het nog een paar seconden? Maar ik dacht, is het wel goed? Dus ik strek hem door en toen klopte hij af. Dus het was wel is een mooie partij. Dus mooie submission, dus ik kan niet klagen. Precies, en zeg meestal, een goed begin is half werk. Heb je ook al veel amateurpartijen gevochten voor deze pro-partij? Ja, ik heb 10 partijen gevochten binnen 3 jaar. Binnen september 2016 ben ik begonnen. En de laatste amateurpartij was in maart dit jaar. En daarna ben ik nog naar Canada geweest, Zweden geweest, om echt om op te stomen voor de pro voor deze partij. En het heeft goed uitgepakt uiteindelijk, dus ik ben tevreden. Mooi te horen. Waar kunnen we in de toekomst nog gaan zien? Zien we volgend jaar terug of kunnen we ook bij andere organisaties zien? Nou, het kan heel snel gaan. Het kan binnen 3 weken zijn, het kan binnen een maand zijn. Dus ik heb geen blessures, ik voel me goed. Dus mocht er wat zijn, dan kun je me snel weer verwachten. Dus hou het in de gaten, dat zou ik zeggen. Oké, nou, ik wil bedanken voor je interview. Heb je nog shout-out naar sponsors of wie ook wil bedanken? Pak je moment op de camera. Ja, mijn team. Fight Academy Almelo, Tatsujin Netherlands. Sponsoren die mij hebben gesteund. Help natuurlijk. Die hebben mij ook gesteund om naar Canada en Zweden te kunnen gaan. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Dus dank naar mijn team, vrienden, familie. En op naar de volgende partij.